Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Er ligt een lage drukgebied tussen Schotland en Noorwegen in. Dat bepaalt bij ons een westelijke stroming. We krijgen in de loop van de avond te maken met een storing en regen. En ook het weekend hebben we veel wolken en regenachtige condities. De storing die trekt geleidelijk aan richting de Alpen. En zal op zondag daarvoor flink wat sneeuw gaan zorgen. Dus de mensen die op wintersport gaan, daar is het weerbericht belangrijk voor. In de Alpen valt er op zondag flink wat sneeuw. Er kan zo'n 40 centimeter in Tirol vallen. De meeste sneeuw valt aan de noordkant van de bergen. De temperaturen liggen nog wel eerst aan de hoge kant. Het kan 6 graden worden in de dalen. Maar op zondag is het tijdelijk wat kouder. Dus veel sneeuw aan de noordkant van de bergen, zo'n 60 tot 70 centimeter. Maar omdat de temperatuur geleidelijk aan omhoog gaat, is begin volgende week de kans op lawines aanzienlijk. Hou daar dus rekening mee, want er valt flink wat, een halve meter. Gaan terug naar ons eigen land. Vanavond en vannacht hebben we bewolkte condities en het regent of motregent veelal. Eerst in het noorden en het westen, later ook in het zuidoosten. Het waait flink vanuit het zuidwesten, hard tot stormachtig aan zee. En de temperatuur schommelt vannacht tussen de 7 en de 8 graden. Ook morgen overdag hebben we veel wolken en regent het geruime tijd. Het wordt 7 tot 9 graden en de wind draait in de loop van de dag naar het westen. En later op de dag wordt het van het noordwesten uit droger. Zondag is het tijdelijk even wat droger, maar later krijgen we van het zuidwesten uit opnieuw regen. Het wordt 7 of 8 graden bij een matige westelijke wind. Volgende week blijft de temperatuur aan de zachte kant. Het wordt 10 tot 12 graden. Het waait flink, maar later op de dinsdag is ook wat ruimte voor zonneschijn. Ik ben Diana Boei van Weerplaza.nl.